Ik heb één date gehad en ook een relatie gehad, maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus, maar ja, ik ben nu weer een beetje op zoek ja, via die site, kijken voor leuke contacten of misschien weer een relatie. De website is al een tijdje in de lucht, maar sinds kort weten ook zo'n 20 Limburgers met een beperking de datingsite te vinden. Zoals Anouk en Melvin. Ze zijn op zoek naar nieuwe contacten en wie weet misschien wel de liefde van hun leven. En waarom moet jouw perfecte date voldoen? Innerlijk is belangrijker dan uiterlijk. Ja, lief, aardig. Betrouwbaar, lief en goed innerlijk. Binnen het woon- en begeleidingscentrum Den Rover in Reuver wordt het internetdaten actief gestimuleerd. Ik stimuleer dat omdat er hier in het gebouw Den Rover al spontaan koppeltjes zijn ontstaan. En heb je natuurlijk ook mensen die dat niet hebben en die daar ja, toch wel een beetje moeite mee hebben. Dus vandaar dat ik zeg van ga op zo'n site en ik hoop dat je ook ja, je ware liefde vindt. Voordat iemand zich op de site kan aanmelden, moet er door een ouder of begeleider toestemming gegeven worden. Zeer belangrijk dat die site beschermd is. Dat er niet iedereen op kunt komen die daar verkeerde bedoelingen mee heeft. Mijn moeder vindt het hartstikke leuk dat ik dat doe en dat ik dan contact vind, zeg maar. De werking van de site is aangepast op de verstandelijk beperkte. Daten wordt zo dus ook heel eenvoudig. Ja, ik ga gewoon naar zoeken en als ik een leuk meisje zie, dan klik ik op, ja, dan reageer ik. En dan kijken of ze terug reageert. Ja, en met elkaar deed is dat niks. Nee, ja, we willen gewoon goede vrienden blijven. Dus dat is goede vrienden. Ja, goede vrienden.